Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over creatief zijn eigenlijk. Eigenlijk niet eens zozeer over laser graveren, alhoewel er zit een heel klein beetje laser graveren in. Maar soms doe ik ook wel eens andere dingen die creatief bedoeld zijn. Lukt niet altijd, geen zorg. Maar desalniettemin, laat ik daar toch wel graag ook video's over zien. Bij AliExpress, waar ik vrij veel koop, zeker lasergraveerbare dingen en dergelijke, omdat dat goedkoop is, vond ik kleine ringetjes. En die ringetjes die hebben een soort van holle opening hier. En ik dacht bij mezelf toen ik dat zag, dat zou je kunnen vullen met epoxy. Met een gekleurde epoxy en dan eventueel twee kleuren, zodat je er wat moois van kan maken. Dat proces, dat je dat gaat doen, dat wil ik je vandaag gaan laten zien. Ik zeg er op voorhand bij, helemaal lukken doet het niet. Ik heb altijd een beetje de last met de epoxy en dan ben ik een beetje te ongeduldig, zeg maar. Dat als ik twee kleuren wil gaan doen, dat ik dan niet wacht tussen die twee kleuren in. En op het moment dat die epoxy echt vloeibaar is, gaan die twee kleuren simpelweg vermengen. Wat op zich nog niet zo lelijk is, want je krijgt er een mooie kleur van. Alleen, het zou verstandiger zijn als je de ene kleur zeg maar een poosje laat drogen en dan een nieuwe hoeveelheid aanmaakt epoxy voor de tweede kleur aan te brengen. Wat dan echter ook weer niet de garantie biedt dat je dat effect krijgt wat je zou willen krijgen. Ja of nee. Nou, en ik ben soms te ongeduldig. Dus ik heb de twee kleuren relatief kort na elkaar opgebracht. Waardoor de kleuren een beetje vermengd zijn. Ik heb dat opgelost door later. Dat doen ze in. Ik ben niet echt een sieradenmaker. Hè, maar er zijn heel veel YouTube video's over mensen die sieraden maken met epoxy. En wat die vaak doen is aftoppen met blanke epoxy. En ik heb dat gedaan met wat glitters erin, zodat het toch nog een klein beetje een mooi effect levert. Nou, dit procedé, dat ga ik je laten zien in deze video. Ringetjes dus, van AliExpress, super goedkoop. Het is natuurlijk geen zilver, het is zo'n blik als ik weet niet wat. maakt niet uit. En toch kun je er wat leuks van maken. En dat ga ik je laten zien. Veel plezier alvast. Zo, lieve mensen. Hartelijk welkom bij weer een video. Dit keer niet over laser graveren of over 3D printen. Dit keer gaan we werken met epoxy. Ik heb in China deze ringetjes besteld. Dat zijn ringetjes, het is allemaal blik hoor, maak je daar geen zorgen om. Maar er zit een beetje een holle ruimte in. En mijn idee daarachter was, als ik dit nou met gekleurd epoxy ga vullen, wat mooie vormpjes van maak, wat mooie figuurtjes van maak, dan zou dat best wel eens een heel mooi resultaat kunnen gaan zijn. En dat is het proces wat ik vandaag wil gaan doen. Althans, gedeeltelijk vandaag, want het kan niet vandaag worden afgemaakt. Het is eigenlijk een twee-stappen-proces. Het is het aanbrengen van de kleuren. En dan zorgen dat je hem nog aftopt. Maar dat moet je doen als die droog is natuurlijk, met blanke epoxy. De ringetjes kun je vinden bij AliExpress. Niet een heel moeilijke aangelegenheid. De kleuren en de epoxy, ja, dat is overal te verkrijgen eigenlijk. Mijn epoxy komt van de firma Epodex, ik dacht uit Rotterdam. En we hebben hiervoor natuurlijk niet zo heel veel nodig. Ik wil drie kleuren gaan gebruiken, maar het zal echt heel erg weinig zijn. Ik ga beginnen met de eerste. Ik ga dat op de weegschaal zetten. Ik zorg dat de weegschaal op 0 komt te staan, zodat ik weet hoeveel erin gaat. En ik ga epoxy daarin gieten en aanmaken. En ik denk dat dat niet veel meer als 5 gram gaat zijn. Misschien wel 4 gram. Er zal overblijven. Daar ben ik ook van overtuigd. Zie, dit is zelfs al meer dan wat ik eigenlijk wilde. Dit is 7 gram. En dus gaan we dat aanvullen met 3 tot 4 gram van de verharder. Meer. Zo. Hoppakee. Hier gaan we, want dit is best nog wel een hoop, als ik het zo bekijk. Dus wat ik ga doen, ik ga het verdelen over 2 bakjes, misschien zelfs wel 3 bakjes. Dit is maar een heel klein beetje te zijn.
En deze hoeft maar een heel klein beetje te zijn. Want dat is alleen maar om de kleurschakering aan te brengen. Oké. Weegschaal kan uit de weg. Zo, die gaan we wegzetten. Ik heb voor de resten heb ik nog een malletje met hartjes. Zodat ik ook nog wat hartjes kan maken. Mijn basiskleur, mijn hoofdkleur gaat geel zijn. Het heeft ook een beetje te maken met de Oekraïne. Ik heb vrij veel Oekraïners in mijn omgeving. En vandaar de gele kleur. Er hoeft niet zo heel veel in om een mooie gele kleur te krijgen. Voilà. Die kleur heb ik er al in zitten. Aan de andere kant doe ik de andere beide doe ik met rood en blauw afkleuren. Dus ik doe blauw, heel klein beetje blauw. Oh, die is wel open. Ik dacht even dat die nog niet open was, maar hij is wel open. Even wat dieper erin. En ook daar is niet zo heel veel van nodig. Goed zo, dat was die twee kleuren. En ik kan dan ook die twee kleuren al mengen. Ik ga beginnen met geel te mengen. Altijd een beetje rustig roeren, maar wel zorgen dat de kleur natuurlijk goed door gaat komen. Nou, de gele kleur ziet er goed uit. Ik zei al, er hoeft niet zo heel veel in. Het lijkt alsof je er heel veel poeder in zou moeten gooien, maar dat is niet zo. En zodoende kunnen we dan ook vrij gemakkelijk de kleuren mengen. Probeer ook de zijkantjes mee te nemen en de bodem, zodat alles gemengd wordt. En probeer te voorkomen dat je luchtbubbeltjes krijgt. Oké, andere kant van... even de andere dit even schoonmaken. Andere kant gaat de blauwe worden. Nou, dat is heel weinig. Dus we gaan dat blauw mengen. Ja, ook dat is gewoon een kwestie van goed mengen. Waarom heb ik daar nou niet zoveel meer nodig? Dat zullen we zo zien. Als ik de basiskleur geel gebruik, dan zullen er slechts stipjes of sterretjes van blauw inkomen, zeg maar. Zo moet je dat een beetje gaan zien. Oké, dat is het blauw. Hopla, niet omgooien. Gelukkig zat er niet zoveel in, dus er kwam niks uit. Prachtig gedaan. Maak het even goed schoon. Want dan gaan we de derde kleur doen, dat is rood. En dat is ook niet zo heel veel. Ik hoop dat je dat een beetje zien kunt, want ik werk natuurlijk aan de andere kant van de tafel een beetje. Omdat ik rechtshandig ben. Maar ook daar geldt gewoon voor roeren. Zorgen dat rood goed verdeeld wordt door de epoxy. Zo, drie kleuren gemengd. Nu komt natuurlijk het moeilijkste, het gieten van de kleuren. En daar gaan we aan beginnen. We beginnen met geel en simpelweg gaan we die vormpjes een beetje vullen. Kijken dat je de zaken een beetje waterpas hebt liggen. Er moet niet zo heel veel in. Dat is één. Het goed is, omdat het vloeibaar is, verdeelt het zichzelf. Dat is twee. We kunnen zo kijken of er meer moet, hoor. Dat kunnen we zo zien. Dit is drie. En aan de andere kant. Dan moet ik het met links gaan doen, dat is wat gevaarlijker. Deze. Volgende. Hier mag nog ietsjes meer bij. Zo. Geel hebben we gehad. Nu gaan we de kleuren doen. Laten we beginnen met het blauw.
Ik zie eigenlijk een beetje dat de kleur had toch nog wel iets feller gemogen. Wat ik doe, ik pak simpelweg een dingetje. Dit is een vijltje wat eigenlijk al op is. En daarmee ga ik prikken in de epoxy. Je kunt het ook een beetje doorheen halen. Dit is een smiley. Hier probeer ik een wat dikkere stip, twee stippen van te maken. Zo, pak ik er nog een, ook weer een grotere, misschien dat ik dit keer een grote stip in het midden plaats en dat kan ik misschien wel gieten. Zo, oké. Dat ga ik met deze ook doen, maar dan is dit een kleinere. Ik denk dat ik het toch iets meer giet, want dan wordt het iets blauwer van, omdat het dan iets groter is. Oké, dat is de blauwe kleur. En nu gaan we er een paar doen met rood. Gebruik tegenwoordig van die siliconen bakjes die heel gemakkelijk ingedrukt kunnen worden. Reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Daarmee kun je duidelijk beter mikken. Oké, pakken we weer het blauw. Blauw gaat weer een beetje over dat rood heen. En daar ook. Voilà. En daar kun je dan weer mooie kleurtjes van maken. En we nog een beetje met het geel aan de gang misschien. Nou, even kijken, is dat zinvol? Nee, ik hou het hierbij, denk ik. Enige uitzondering is dat ik een heel klein beetje rood aanbreng op deze buitenste. Zo. Oké. Dat gedaan hebbende gaan we onze hartjesvorm vullen. Ik ga niet schuiven, dus ik, nou ja, ik moet wel iets schuiven, maar zo. Ik pak mijn hartjesvorm. Het is misschien wat moeilijk te zien met de camera nu dat precies aan de verkeerde kant is. Maar ik durf het niet op te pakken omdat je daar een bende van gaat krijgen. Dus wat ga ik doen? Ik ga kijken of ik het iets naar achteren kan verschuiven. Dat is misschien beter dan. Zo. Pak ik hier mijn hartjesvorm. En daar beginnen we weer met geel. En ik pak de middelste hartjes. Zo'n beetje. Dat zijn niet de allergrootste, maar ook niet de allerkleinste. Die ga ik afvullen met geel. Dit is puur omdat je overhoudt wat ik nou doe.
4 gevuld. En die gaan we dan weer vullen met rood. En met blauw ook. Hier hebben we de rode. Zo. En dan pakken we de 2 met blauw. Hier ook nog een beetje blauw bij. En wat ons nu rest, is laten drogen. Alles schoonmaken. Morgen blanke lak. En dat gaan we dan ook zien. Zo, zoals beloofd. Vandaag gaan we het aftoppen. Met een klein laagje bovenop. De kleuren zijn toch een beetje vermengd. Daarvoor kies ik ervoor om die aftoppen ook met een heel klein beetje glitters te gaan doen. Dus ik ga glitters toevoegen aan de epoxy. Zodat we toch iets meer te zien krijgen. Anders krijgen we een beetje saaie ringetjes. Zo, dat zijn de gele glitters. Niet te veel. En dan in deze de oranje glitters. Ik heb meer kleuren. Maar dit is wat ik gebruik. Oké. Eerst even de oranje mixen. Ik heb overigens al wat epoxy gemixt en in de beide bakjes gedaan. Dus eerst even de oranje glitters erin mixen. Die eerst maar even doen. Natuurlijk in de gaten houden van waar doe je nou oranje op en waar doe je nou de gele op. Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. He, oranje doe je vooral bijvoorbeeld op de wat geel-blauwe ringetjes. Even kijken. Even. Goed, de handjes erbij. Want ze zijn al redelijk vol, dus er mag niet zo heel veel op. Zo, dat is 1. Dat is 2. En dan doe ik verder afvullen hier bij de hartjes. En eventueel maak ik er gewoon een nieuw hartje bij. Zoiets. Dat is de eerste kleur. Je hebt niet zo heel veel verwerkingstijd. Laten we dat voorop stellen. Maar voldoende om even rustig te kunnen werken. Oké. Het bakje van de rode glitters.
geel. Ook hier natuurlijk eerst mengen. En dan gaan we het op de wat roodachtige objectjes doen. Er zijn er ook 3. Ging niet helemaal soepeltjes. Maar ik zal zo even kijken wat ik daarmee kan. Zo. Even zorgen dat de hele ring ermee bedekt is, dat er niet alleen maar een blob bovenop zit. Die er straks natuurlijk niet uitziet als je dat doet. Dit is beter. Oké, so far so good. Niet helemaal, maar... Zo. Dat ziet er beter uit. Ook even bij de hartjes een klein beetje schoonmaken. Is iets te veel opgegaan. Epoxy kan al heel snel een knietelboel worden. Al moet ik zeggen, het valt op zich nu wel mee hoor. Dat is een ander verhaal. Laat ze bakje schoonmaken. Schoonmaken niet onbelangrijk natuurlijk. Want je wilt die epoxy of die siliconenbakjes graag later nog weer een keer opnieuw gebruiken. Ja, wat ons nu rest, lieve mensen, is het wachten. En maar liefst 24 uur. Voordat we het resultaat kunnen gaan aanschouwen. Tot dat moment moet de zaak drogen en hard worden. En dan gaan we zien wat er uit tevoorschijn komt. En natuurlijk laat ik u het resultaat daarvan zien. Tot de volgende sessie. Dit zijn de kant-en-klare ringetjes. Het droogt niet echt heel erg goed, dus het moet even wachten nog met nabewerken. Maar wat ik in elk geval gedaan heb, is ik heb de moeite genomen om in het blik van de ring, ik weet niet of je dat zien kan, maar mijn eigen trademark logootje te laseren. Ik weet niet of het goed zichtbaar is. Ik hoop het. Heb ik inmiddels gedaan. Wat ik vervolgens ga doen, en dat ga ik bij één van de ringen doen, deze is droog genoeg. Ik ga namelijk kijken of ik deze met de polijstmachine nog een beetje kan polijsten. En dan zijn ze klaar voor gebruik. Dat procedé van het polijsten ga ik je ook nog even laten zien. We hebben hier het polijstmachientje staan. Het polijstmachientje heeft een wat hardere schijf aan de rechterkant. Dat is voor het wat grovere polijsten. Dat is deze kant. En deze kant is voor het wat zachtere polijsten. Hierop breng je polijstpasta aan. En die is er in mijn geval in 4 kleuren. Met van wat grover polijsten naar steeds wat fijner. Tot aan high gloss. En dat is deze groene polijstvorm. Wat ik ga doen, ik ga dat polijstmateriaal ga ik aanbrengen op dat wieltje. En dat gaan we nu doen. Normaal zet ik hem vast, maar het gaat om een paar ringetjes nu. Dus het is niet zo heel veel werk.
pasta aangebracht op de schijf. Pakken we de ring erbij en die gaan we polijsten. En aanvankelijk lijkt dat heel lelijk te worden. Alleen als je dit nou gaat schoonmaken met alcohol, dan ziet het er weer uitstekend uit. En je zou het zelfs nog met heel fijn schuurpapier wat kunnen bijschuren. Je kunt ook het metaal er een heel klein beetje mee polijsten. Je kunt ook hele lelijke munten bijvoorbeeld, zou je hier echt weer schoon mee kunnen maken. Hopla, ik liet hem los. Vliegt hij weg. En dit moet afdoende zijn. Ik ga dit schoonmaken met alcohol en dan ga ik je het resultaat laten zien. En hier zien we dan ook het resultaat van de gepolijste ringen. En ja, dat ziet er best wel aardig uit. Ja, het kan beter. Nogmaals, het heeft te maken met de verwerking van de epoxy. Maar het resultaat mag er zijn. Nou, ik hoop dat u het leuk vond. Tot de volgende keer. Daag.